De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in Venlo. Dat is niet altijd voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom ligt de focus in 2024 op gezondheid, aanpak geldzorgen en diversiteit en inclusie. Gezondheid. De gemeente maakt sport en beweging toegankelijk en leuk, vooral voor jongeren. Venlo stimuleert scholen om, net als de Harlekijn, deel te nemen aan het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst en het project De Rookvrije Generatie. De gemeente gaat door met het initiatief Kei Gezond Limburg, dat zich richt op kinderen met ernstig overgewicht. Verder investeert de gemeente in de beweegpas voor kwetsbare inwoners en de voortzetting van het valpreventieproject voor ouderen. Daarnaast start de gemeente in 2024 met de bouw van zwembad Wisselslag, sporthal Gulik en een buitengymzaal bij basisschool Sterrenpad. Deze nieuwbouwprojecten dragen bij aan een actieve gemeenschap. Aanpak geldzorgen. De aanpak van geldzorgen is een belangrijk aandachtspunt in Venlo. Met initiatieven zoals een pilot gratis openbaar vervoer voor mensen met een smalle beurs, een extra meedoentegoed en een armoedeloket voor financiële begeleiding van jongeren werkt Venlo aan meer gelijkheid en betere ondersteuning. Diversiteit en inclusie. Inclusiviteit is een kernwaarde voor Venlo. Met een nieuwe subsidieregeling voor diversiteit ondersteunt Venlo activiteiten die racisme en discriminatie tegengaan. Deze subsidie heeft als doel om de vrijheid en gelijkheid van Venlonaren te bevorderen op gebieden zoals religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en afkomst. Zo zetten we in 2024 stappen richting een gemeente waarin iedereen kan meedoen. Wil je meer weten over de begroting van Venlo? Bekijk dan de themavideo's. Dit was een video van gemeente Venlo. Volg ons op social media. Meer informatie vind je op nu.venlo.nl/begroting.